Vanaf 1 juli gaan we onze klanten op intercontinentale vluchten in Economy Class een vernieuwde service aanbieden. Om te beginnen op 9 bestemmingen en vanaf de winterdienst eind oktober op alle intercontinentale vluchten. De nieuwe Economy Class service komt voort uit de nieuwe CAO voor cabinepersoneel, waarbij is afgesproken dat er op een groot aantal intercontinentale vluchten met een bemanningslid minder wordt gevlogen. Dit nieuwe efficiënte serviceconcept zorgt ervoor dat crewleden hun persoonlijke service in hun eigen werkgebied kunnen blijven geven. Direct na de start krijgen passagiers een welcome service. Een flesje water, een cold towel en een earphone. Afhankelijk van de vertrektijd serveert de crew daarna de hoofdmaaltijd op een innovatief plateau. Door efficiënt gebruik te maken van de plateauruimte passen daar alle maaltijdcomponenten op. Het volume van de componenten is gelijk gebleven of groter geworden en de kwaliteit is verbeterd. Zoals de salade die passagiers krijgen aangeboden op vluchten vanaf Amsterdam. Het is een mooie grote groene salade met rode tiny peppers, gegrilde groenten en feta. De dressing is een olijfolie balsamico dressing van het Italiaanse Frutto d'Oro. Afhankelijk van de bestemming en de vertrek- en vliegtijd zullen onze passagiers bekende en nieuwe serviceonderdelen tegenkomen. Zoals het ontbijt dat de crew onder andere serveert voor de landing op Schiphol. Deze nieuwe Economy Class service past in de ambitie van KLM om Europa's meest klantgerichte, innovatieve en efficiënte netwerkcarrière te zijn.